Yo mensen van Rate Games, vandaag een nieuwe bouwupdate en heel misschien zie je achter mij wel, kijk eens wat daar in de lucht is. De pagode is weer open, dus wij gaan sowieso een bouwupdate maken. Ze zijn ook palen in de grond aan het slaan al, dus de bouw is nou officieel begonnen. Dus we gaan lekker ook vanuit de pagode filmen, dus ik zou zeggen, let's go. Bouwupdate, symbolica. Oh mensen, als eerste laat ik even zien. Hierzo hebben ze asfalt neergegooid, zodat ze makkelijker kunnen rijden, de voertuigen. En die komen dan daar zo uit, ik weet niet of dat je het kan zien. Je hebt daar ook van die container gevallen, bouwhutten zeg maar. Waar ze in kunnen pauzeren en zo, laten we het daarop houden. En daar zo heb je nog een soort generator met lampen. Maar ik zie nog geen palen jongens. En ja, ze zeiden dat daar wel was. Dat er al twee palen erin stonden ofzo, maar die zien we nog niet. Dus dat is wel jammer. Oh mensen, in de winter staat hier dus altijd het ijspaleis, hè. Maar nu zijn ze dus symbolica aan het bouwen. Eerst stond er alsnog de ijspaleis. Maar nu heb je daar een hek dus. En daar zo is gewoon de opslag van symbolica. Ik weet niet of dat jullie dat al wisten. Maar dan weet je het nou als je het nog niet wist. Oh mensen. De pagode, we gaan erin. Het hek is weg, dus we kunnen erin. Dus ik zou zeggen, let's go. We zitten erin. En ik hoop dat het leuk wordt. Nou jongens, we gaan omhoog. Hij draait zo. Hij draait naar die kant op. Dus we komen vanzelf bij symbolica. Daar heb je al een stukje. Misschien kan je het zien, maar er zitten overal iets van doppen in de grond of zo. Ik weet niet precies wat het zijn, maar het ziet er echt raar uit. Volgens mij zijn dat palen of zo. Dat ze erin hadden geslagen misschien. Ik weet niet zeker of dat er is. Ik kan nou ook wel wat lullen of zo. Maar je ziet hier allemaal van die dingen. Nou, zoals je kan zien. Het is best wel vet als hier nou al dikke gebouwen staan zo meteen. Over een paar maanden dan is het echt goede handel. Ja, nou nog niet echt. Ja, we draaien nou weg. Dus ik denk dat dit ongeveer het laatste shotje kan zijn uit de pagode. Maar ze hebben allemaal van die gele dingen, iets van dop of zo. Misschien zijn het palen, heb ik net ook al verteld. Maar ja, maakt niet uit. Hier zijn nog die bouwhutten, zeg maar. Dan kunnen we daar nu even op de bouwplaats dingen kijken, op de, waar ze alles opslaan. Mensen, er is een klein beetje wind hierboven. Misschien hoor je het, misschien niet. Maar hier zo, het wordt nou wel harder die wind. Hier zo is de opslag. En daar zo heb je nog een soort van hangar. Dat hebben ze zelf gebouwd, wel een kleintje. En er gaan geen vliegtuigen in, voor als je dat soms denkt. Maar waarschijnlijk is daar om de machines in te doen. Van graafmachine of zo. En de opslag is nog leeg. Yo mensen. Zo. ik ben verkouden, maar dit is het einde van de symbolica bouwupdate. Doe even een like, even abonneren. Checken wij jullie. Later natuurlijk, hè. Houdoe.